Tooske-Ragas begrijpt totaal niet wat Rachel Hazes bezielt om jarenlang juridische veldslagen te voeren, vooral gezien het enorme bedrag van 150.000 euro dat inmiddels in deze kwestie is gaan zitten. Wat ik echt niet kan bevatten is dat je na zoveel jaren en zoveel geld nog steeds doorgaat. Merkt ze op, Rachel Hazes heeft zich vastgebeten in een eindeloze juridische strijd tegen haar voormalige beste vriendin Marike van Beek. Marike woont al jaren in een appartement van Rachel in Vinkeveen. En de twee ruzie al geruime tijd over het huurcontract. In essentie wil Rachel haar ex-vriendin uit het appartement krijgen, maar daarmee sleept ze het hele juridische systeem mee in haar conflict. Na een lange periode van juridische procedures, waarbij Rachel en haar advocaat Royce de Vries geen middel onbenut laten, heeft zelfs het gerechtshof zich inmiddels over de zaak gebogen. De uitspraak van gisteren was echter niet in Rachels voordeel. Marike mag gewoon in het appartement blijven wonen. Sinds april 2018 heeft Marieke trouw de huur betaald. Maar in het jaar daarvoor, sinds haar intrek in 2017, is dat niet gebeurd. Dit zou komen doordat er sprake was van een contante lening waarmee de huur zou worden verrekend. Helaas, voor Marike kon zij dit niet bewijzen en daarom moet zij alsnog 12.000 euro betalen. Maar van een ontbinding van het huurcontract is geen sprake. Marieke mag blijven zitten. Deze uitspraak is een grote tegenvaller voor Rachel, die opnieuw geen gehoor vindt bij de rechter. Een andere vordering van haar kant werd eveneens afgewezen. De professioneel weduwe, zoals Rachel vaak genoemd wordt in de media, is vooral boos over het feit dat Marieke tijdens de rechtszaak heeft onthuld dat Rachel ooit suïcidale gedachten had. Volgens Rachel was hiermee een geheimhoudingsplicht geschonden. Persrechter Nienke de Walen gaf echter in het programma Nieuws uitleg over deze situatie. Omdat er een rechtszaak liep tussen beide partijen, mocht Van Beek dit feit naar voren brengen als bewijs, al dus de Walen. Hazes beweerde dat er in die tijd niets mis met haar was, maar Van Beek wilde aantonen dat zij juist voor Rachel moest zorgen omdat het heel slecht met haar ging. Daarom mocht zij dit als bewijs inbrengen. Tijdens de uitzending van Nieuws verdedigde advocaat Bram Moskowitz die eerder met Rachel in een televisieprogramma had gezeten, haar met vuur. Hij bleef maar doorgaan over hoe onrechtvaardig de situatie voor Rachel was, wat bij presentatrice Tooske Ragas voor irritatie zorgde. Zij maakte een ironische opmerking over hoe lang Brams betocht duurde, voordat dit ook 16 jaar en 150.000 euro verder is. Bram reageerde geprikkeld en onderbrak Tooske: Ik probeer gewoon de vraag te beantwoorden. Als je vindt dat ik te lang praat, dan hoor ik het wel. Tooske bleef echter rustig en maakte duidelijk dat zij zijn boodschap had begrepen. Nee, het is duidelijk. Pryv-hoofdredacteur Evert Santegoets voegde toe dat Bram en Rachel ooit samen een lange wandeling hadden gemaakt. Waarop Bram bevestigde: Ja, ik heb inderdaad met haar over de hei gelopen. Ik vond het een heel aardige vrouw. Hoewel Bram Rachel bleef verdedigen, bleef Tooske achter met een gevoel van onbegrip. Wat ik niet snap, is dat je nu 150.000 euro en jaren van procederen verder bent voor een achterstand van 12.000 euro? verzuchtte ze. Bram reageerde daarop door te vertellen dat hij in zijn praktijk regelmatig cliënten had die voor boetes van 150 euro tot aan de Hoge Raad gingen, omdat zij zich onterecht behandeld voelden. Ronald Molendijk vond die vergelijking niet opgaan en merkte op: Dat is toch echt iets anders? Sandra Schuuroff sloot zich daarbij aan en benadrukte: Dit ging immers over haar beste vriendin. Dat is toch veel belangrijker dan geld?